de bespreking van vanmiddag, toch? Ja, gezien dat je dat ook niet ziet. Ja, ze hebben dit is het voorstel die ze hadden gedaan voor de reiziging. President, als u op doorreis bent naar Suriname, dan bent u een dagje in Nederland. En dan stel ik mij zo voor dat u natuurlijk een kopje koffie gaat drinken bij uw collega Balkenende in het torentje. Nog nieuws onder de zon? Ik denk dat wat dat betreft het antwoord moet zijn, geen speciaal nieuws onder de zon. De premier die stelde het zeer op prijs dat we langs zouden komen. Dat hebben we gisteren ook gedaan. In feite blijft de minister van Buitenlandse Zaken nog 2 dagen extra in Nederland, want de minister heeft een werkbespreking. Nou heeft u bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar gezegd, zo snel als mogelijk af te willen van die hippie van die oude ontwikkelingsrelatie met Nederland, conform dat verdrag. Er is nog 90 miljoen euro te gaan in die pot. Is het nou zo dat met het oog op die verkiezingen u wil hebben dat die oude pot helemaal leeg is, want ik weet niet wie naar u komt en u wil alle voordelen natuurlijk behalen die er nog zijn te halen in 2009, oogstjaar voor uw regering. Ja. Nou, het woord heavy is, ja, van de journalist die aan het interviewen is. Ja, is van de journalist die aan het interviewen is. Hè. Ja. Maar, het gaat er niet om. Hè. En het is de eerste keer dat ik de vraag zo rond hoor. Ik had hem eigenlijk al lang verwacht, ook van politici en de oppositie. Het gaat er niet om dat wij de middelen willen opsoeperen voor de zittende regering. Uh-huh. We weten dat het met de realisatie graad en de capaciteit wat dat betreft niet eens mogelijk zal zijn. Het is wel onze wens om de lijnen uit te zetten, zodat dat geregelde beleidsoverleg tussen ministers, dat het niet meer plaats hoeft te vinden. Wij zullen in feite zaken initiëren waar de volgende regering veel plezier van zal hebben. Een concreet voorbeeld is, als ik nu in Paramaribo terug ben, dan gaan we datum bepalen om het formele begin van de bouw van de dam bij Coroni. Uh-huh. Ja? Om Coroni te beschermen tegen de zee. Die dam komt niet af voor 2010. Yeah. Ja? Voor zover er ongerief is door de activiteiten, de bouwactiviteiten, zullen wij dat op ons bord krijgen. Yeah. Ik geef een voorbeeld dat wij niet op pad zijn om te zeggen middelen afronden, zodat de regering Venetiaan goede sier daarmee kan maken en dat de volgende regering over niets beschikt. Ja. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, minister Koenders is al bezig met een nieuwe invulling van de toekomst. Er zijn hearings geweest met een paar mensen en er is straks beleidsoverleg. U bent nog niet bezig met die nieuwe toekomst? Wat we hebben afgesproken is dat reeds in het huidige, het komende beleidsoverleg tussen Van Ravenswaaij, onze minister van Ontwikkeling, Samenwerking en Koenders, dat daarover gesproken zal worden. Maar dat is een eerste aftasten. Eigenlijk is het niet zo dat er verschrikkelijk veel uitgevonden zal moeten worden. Wat dat betreft, het gaat erom dat wij als twee soevereine volkeren, twee soevereine naties, met elkaar samenwerkingsmodellen gaan afspreken. En wat dat betreft zijn er legio voorbeelden in de wereld. Mijn laatste vraag. Als voorzitter van de NPS wil ik u nu aanspreken, want we waren niet zo lang geleden 62 jaar NPS. Twee zaken. Begrijp ik goed die bijeenkomst in Grundjari, dat u als NPS-voorzitter zegt, nieuw Front Plus, daar gaan we door. Hè? Dus ook bij de volgende verkiezing is dat adagium waarvoor we staan. Moet ik dan de conclusie trekken dat we weer in de situatie zitten van 87, één front vormen tegen het mammoetblok. En op de tweede plaats, we hebben afgelopen week de president van het Hof gesproken, van Nieuweland, en die zegt, voor de verkiezingen van 2010 komt er geen afronding van het Bouterse proces, dus u treft de politicus Bouterse in de politieke arena, voel je door. 2 vragen dus.
Nou, wat het eerste betreft, het is juist zo dat zich een mammoetblok gevormd heeft om de strijd aan te binden tegen, en ik denk met name het Nieuwe Front, de zittende regering. Bij de viering van 62 jaar NPS, en laat mij de gelegenheid gebruiken om te zeggen dat het een heel goede viering is geweest. Met een goede opkomst, met een goede stemmige dienst en goede activiteiten van de mensen, is tot uitdrukking gebracht dat het niet zinvol is om alleen de strijd in te gaan. En het is ook tot uitdrukking gebracht van kijk, er zijn natuurlijk punten ten aanzien van de coalitiepartners over en weer, waar er niet volle tevredenheid over bestaat, maar men zal dat moeten evalueren. Er is niet aangegeven hoe de samenstelling van het samenwerkingsverband waar de NPS zich in zal willen bevinden, hoe dat zal zijn. In de NPS is het een proces van de afdelingen van de partij, van de partijleden, van de partijorganen. Dat proces zullen we nog door moeten gaan. Ja. En het gegeven van Bouters? Wat dat gegeven betreft, wij hebben als lijn dat wij niet interveneren in de gang van het werk bij het Hof van Justitie. Ja, het tempo, sneller, langzamer. Dus wij nemen wat van de kant van het Hof van Justitie komt als gegeven. Pas maar zou het u goed uitkomen dat het tot een afronding komt voor de verkiezingen? Wie zal dat zeggen? Ja, stel dat een afronding komt en de heer Bouters wordt van het vrijst gesproken. Ja, is dat voor degenen die van mening zijn dat er gerechtigheid ten aanzien van de heer Bouters moet gebeuren, is dat een positieve zaak? Ja? Ik weet het niet. Dus ik heb mij niet gericht op de afronding van het proces voor de verkiezingen. Ik zeg niet dat ik die afronding niet zie voor de verkiezingen. Ik zeg niet dat dat zal komen pas, althans dat er wel een afronding zal zijn voor de verkiezingen. Wij gaan met de gegevenheden het veld in en zullen daarmee werken. Oké, meneer Kemmerijs, hij wilde nog een vraag. Dus want, Roy, als je stemrecht zou hebben bij ons, weet je niet of je voor mij zou stemmen. U laat zich op de kast jagen door meneer. Ik ga daar een artikel over schrijven, maar ik ben het niet eens met... Als u dat verdrag opzegt, verknipt u een band met de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Ik vind dat we moeten naar de modernisering van dat verdrag. Het moet herschreven worden naar iets wat van deze tijd is. Ik heb gezegd, als wij maar niet goed kunnen... Kan niet zo, ik kan niet in Suriname komen en Nederlander blijven en willen meedoen aan de verkiezingen. Als we niet goed kunnen interpreteren... Je moet goed luisteren, volledig luisteren. Als we niet goed kunnen interpreteren, zodat we goed weten, Maar ik... Het komt goed. Ik denk dat het voor elkaar komt. Ja. Vergeten spullen heb ik afgegeven aan uw adjudant. Nog meer zelfs.